Even naar de sancties. Hè. We hebben het voortdurend over sancties. Het is nu de vijfde groep door Europa, want het wordt inmiddels geteld. Ja. Er zou dus ook nog een zesde komen. Waarom brengen die sancties niet, zoals wij hopen en denken en vermoeden, de Russen tot inkeer? Ik ben geen sanctiespecialist. Hè. Dat is een vak. In Amerika hadden ze een zogenaamde sanctietsaar. Onder Obama was dat Daniel Freed, geloof ik. Die maakte daar zijn vak van. Zijn dagtaak van om sancties te bestuderen en sancties af te kondigen. Dus hou me te goede. Maar een van de belangrijkste redenen waarom ze nog niet werken is omdat zeker Europa maar een heel erg deel van de sancties direct richt op de oorlogsvoering in Rusland. Wij kopen nog steeds olie en gas bijvoorbeeld in Rusland. En dat levert Rusland 35 miljard euro per maand, geloof ik, op, als ik het uit mijn hoofd mag zeggen. En dat is 35 keer meer dan Europa tot nu toe betaald heeft aan de militaire inspanningen die Oekraïne zich moet getroosten in deze oorlog. Om even de verhouding te schetsen. Dat is één. Ja. Twee, een deel van die sancties heeft alleen op lange termijn effect. Gisteren bijvoorbeeld heeft de Russische regering gefaald in het aflossen van een lening op staatsobligaties. Twee staatsobligaties eigenlijk. Eén moest er worden afgelost en op één moest rente worden betaald. Dat hebben ze gedaan in roebels en niet in dollars. En de Russische regering zei dat ze dat niet anders kon, omdat de bank die aflossing moest regelen onder de sancties viel. En niet meer roebels en dollars kon omzetten. Nee, nou, die was afgekoppeld door de regering Biden. Hè? Ja. Dus, en daarmee kon dus daardoor, al dus de Russische regering, kon de Russische staat niet meer aan zijn verplichtingen voldoen. Ja, als dat vaker gaat gebeuren, dan komen we in de zogenaamde situatie van default. Dan moet Rusland afzien van zijn verplichtingen. En wat er dan gaat gebeuren, ja, een staat en land kan eigenlijk niet failliet. Maar dan gaan die sancties zich wel doen voelen. Daar ben ik van overtuigd. Met mijn gebrekkige kennis. Nee, maar de vraag was, wij denken steeds, als we dat doen, in de eerste plaats denken we dan dat ze morgen werken. Dat is natuurlijk onzin, met sancties duurt een tijdje. Maar toch dat ergens gemorrel komt en dat die 14% waar jij het straks over hebt, dan groeit. Ja, maar die 14% die heeft nu eigenlijk alleen nog last van inflatie. En dat is natuurlijk heel vervelend. Maar over het algemeen leidt de inflatie pas op iets langere termijn tot het uitputten van de koopkracht van de burgers. En ten tweede, dat heeft de Russische regering verdraaid slim gedaan. In de eerste weken na de oorlog, toen kukkelde de roebel in elkaar. En die verloor ongeveer 50% van zijn waarde ten opzichte van de euro en de dollar. Er zijn allemaal maatregelen genomen. Er mag geen kapitaal meer geëxporteerd worden. Een Rus mag maar $10.000 per jaar naar het buitenland brengen. Er zijn tal van omwisselrestricties. En de centrale bank heeft ook de koers vastgesteld van bovenaf. En dat heeft geleid tot een herstel van de beurs, van de roebelwaarde tot het niveau van vlak voor de oorlog, die op 24 februari begon. En naar buiten toe geeft dat een enorm vertrouwd beeld. Het beeld van stabilisatie, terug naar het normaal. Als je die roebels voor die gunstige koers wil verkopen voor dollars, dan denk ik dat je in Moskou nergens terecht kunt, omdat er geen markt is. Maar voor de Russische bevolking, zeker de bevolking die niet dagelijks bezig is met de valutatransacties, et cetera, geeft dat het gevoel van, hey, we zijn weer terug daar waar we waren. Alles gaat goed. Zelfde maatregelen die Liefdink als minister van Financiën in Nederland vlak na de oorlog heeft genomen. Hè? Dat je mocht geen geld naar het buitenland doen. Ja. Het is een bekende manier om je eigen munt overeind te houden. Maar het werkt alleen wanneer je ook een vrij gering handelsbetrekkingen hebt met bijvoorbeeld Amerika en Europa. En dat zien we natuurlijk nu al. Er zijn tal van fabrieken die stilstaan omdat ze geen goederen meer krijgen, geen grondstoffen meer krijgen, omdat hun licenties niet meer betaald kunnen worden. Dus op langere termijn is er wel degelijk, denk ik, een probleem voor de Russische economie en dus voor de Russische burgers. Ja, even naar de beelden van Butsja, daar moeten we het natuurlijk over hebben. Inmiddels heeft president Zelensky gezegd, dit is niet het enige stadje of plekje waar dat gebeurt, maar nu zien jullie hoe erg het is. De wereld is geschokt. Het was een beetje vergelijkbaar met die, vond ik, de reactie met toen IS voor het eerst op YouTube mensen begon te onthoofden. En toen krijg je ook zo'n wereldgrote schok. Dit kan niet, dit is onmogelijk. Wat krijgen de Russen te zien en te horen? Nou, dit niet.
De Russen krijgen te zien en te horen dat die slachtoffers gemaakt zijn door het Oekraïnse leger. Dat de Oekraïnse krijgsmacht de eigen burgers heeft afgeslacht. En dan krijgen ze ook nog niet eens alle beelden te zien. En ze zullen ook zelfs niet alle hoogwaardigheidsbekleders van de Russische regering te zien krijgen. Want bijvoorbeeld de ambassadeur bij de Verenigde Naties in de Veiligheidsraad, die maakte een vergissing toen hij sprak over de tragedie in Bucha, die zei toen... Ja, die noemde het oorlog. Noemde het oorlog. En B zei die, ja, per ongeluk, die lijken lagen er nog niet voordat wij kwamen met onze Russische troepen. Nee, dat lag nogal voor de hand dat ze er toen nog niet lagen, die lijken. En dat moest hij toen corrigeren. Nou, dat hebben ze in Rusland op de televisie echt niet vertoond in het journaal. Nee, ik heb inderdaad ademloos zitten kijken naar dat wonderlijke debat in de Veiligheidsraad. Je zei, zij draait om. Als het nou eens separatisten zijn geweest, of Tsjetsjenen, in het laatste geval, dan kunnen ze dan niet, laten we zeggen, dat een soort Russische redenering zeggen, ja, nee, dit waren geen Russen. Dat kunnen ze voor de separatisten zeggen. Hoewel dat wel steeds moeilijker wordt. Want zoals je weet heeft de Russische regering die separatistische volksrepublieken in Donetsk en Luhansk erkend als eigen staten. En is ook ja, maar dat is nog geen Russische... Nee, dat is nog geen deel van de Russische krijgsmacht. Als het Tsjetsjenen zijn, wordt het al wat moeilijker. Want Tsjetsjenen zijn Russische staatsburgers. Maar het kan zijn dat die Tsjetsjenen dat gedaan hebben in het kader van een huurlingenleger. En dan kan de Russische regering, net als de Amerikaanse regering, dat kon zeggen met, ik ben de naam van, niet Halliburton. Ja, Blackwater. Zoiets. Ja. Blackwater, ja. Sorry, die bedoelde ik. Die mensen heb ik in Afghanistan zien opereren. En dat was inderdaad een hele aparte unit die formeel niet onder het... Nee. Gezag van de krijgsmacht viel. En daarmee ook heel veel meer vrijheden heeft, denk ik, in de methodiek die ze toepassen, in het geweld dat ze aanwenden. En dat zou dan ook voor deze Tsjetsjeense huurlingen kunnen gelden. Er zijn beelden op internet te vinden van de commandant van de Russische troepen in Bucha. En dat is een commandant met een Centraal-Aziatische of Caucasische achternaam en voornaam. Ja, dat zou kunnen. Maar hij was, volgens de berichten althans die ik gelezen heb, gelegerd in Khabarovsk, dat is helemaal in het Verre Oosten, dicht tegen de Chinese grens aan, bij een reguliere legereenheid van de Russische krijgsmacht. Ja. Zijn naam en zijn telefoonnummer en zelfs zijn e-mailadres stond erbij bij de berichten die ik gezien heb. Oké. Dit is BNR de Wereld. Mijn gast is Hubert Smeets, Rusland-deskundige verbonden aan Raam op Rusland en columnist voor NRC. Природу событий, которые сейчас вот в городе Буча наши западные коллеги пытаются представить как свидетельство военных преступлений Российской Федерации. Dat was Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov. Hij ontkent dat Rusland verantwoordelijk is voor de gebeurtenissen en noemt het een verzinsel. Rusland ontkent verantwoordelijk te zijn. Tegelijkertijd spreekt de Oekraïense president Zelensky zich steeds feller uit tegen Rusland. Zo vergelijkt hij de Russische militairen met IS-strijders. Hubert, vanuit Zelensky's perspectief valt dat best te begrijpen naar het zien van die beelden. Hoe escalerend is de taal van beide landen op dit moment? Beide landen maken in hun verbale uitwisseling geen aanstalten om die onderhandelingen die vorige week leken tot stand te komen in Turkije, in Istanbul, om die voor te zetten. Daar is ook een militaire reden voor. Zo lees ik althans in artikelen van militaire deskundigen. De Oekraïnse regering en de Oekraïnse krijgsmacht is heel erg bang dat het Russische leger gebruik zal maken van een soort van wapenstilstand om zich te hergroeperen in het oosten van Oekraïne en dan voluit de aanval zal kiezen in de Donbass richting de Krim, om datgene wat er nu min of meer onder Russische controle is, onder controle te houden en misschien uit te breiden. En daar is men in Oekraïne bang voor, want dat resultaat daarvan zou zijn dat er een oosten en een zuiden is van Oekraïne dat Russisch grondgebied wordt, althans onder Russische toezicht komt, en een romp staat in het midden en het westen van Oekraïne die eigenlijk aan de goden is overgeleverd wat betreft de economische toekomst en militaire toekomst van dat land. Ja, onze collega Geert-Jan Haan stuurde een vraagje, dat vond ik wel slim. Als Poetin nou inderdaad gelijk had toen hij zei dat hij Oekraïne niet wilde bezetten, wat als hij zoveel verwoesting en vernietiging aan de grenzen met Rusland probeert uit te richten dat het een soort wasteland wordt, een buffer
bufferzone, gecreëerd door totale destructie, waar ook niets meer voor mensen is om terug te gaan. Zou dat kunnen? Nou ja, de schade die tot nu toe is aangericht, en dat is niet alleen maar schade aan militaire objecten en militaire infrastructuur, maar dat is ook schade aan burgerlijke infrastructuur. Vliegvelden, stations, spoorlijnen, om maar helemaal te zwijgen over al die gewone woonwijken die getroffen zijn. Die schade wordt nu geschat op 1.000 miljard. En dat is voor een land met een economie die aanzienlijk kleiner is dan de Nederlandse, en natuurlijk niet te dragen, 1.000 miljard. Dat is, als ik het goed uitreken, ongeveer datgene wat we in Nederland in een heel jaar verdienen. Dus dat is. Het is ook trouwens ook precies het bedrag dat de oligarchen op buitenlandse rekeningen hebben staan, las ik in de Washington Post. 1.000 miljard. Ja, dat zou heel goed kunnen. Nou, maar het wordt nog een hele klus om bij civiele rechters die 1.000 miljard van de oligarchen door te sluizen naar de Oekraïnse regering. Los nog van de vraag of dat verstandig is. Want laten we geen misverstand erover laten bestaan. Oekraïne is ook een corrupt land. Dus als je daar gewoon 1.000 miljard ergens op de straat neerzet, dan is het niet gezegd dat daar goede dingen mee gebeuren. Nee.